We gaan eens even kijken naar A Beginners Reader Grammar for New Testament Greek. Van Ernst Cadman Colwell en Ernst W. Tune. Uitgegeven. Even kijken, uitgegeven door Hendrickson. En ik heb voor me. Cadman schreef het in 1901. En Tune heeft dat nog een keer. Opnieuw uitgegeven. De tweede Hendrickson-printing is van augustus 2006 te verkrijgen bij Amazon. Ik ga door de eerste sectie heen nu. Kai Hoyesus Lalei Tois Mate Thais Humeis Uka Kuwete tu, tu Patros mu. En Kai Hoyesus Jezus met het lidwoord, namen in het Grieks met lidwoord, Lalei van Laleo. Spreken tois. Derde naam van meervoud van het lidwoord Ho, Tois mater thais, Een vrouwelijk uitziende uitgang. Het is namelijk Ho mater thais, Tois mater thais, aan de leerlingen auto van hem. En Jezus spreekt tot zijn leerlingen. Misschien historisch present, Jezus sprak tot zijn leerlingen. Hoogpunt. De punt komma Humeis ook akuwete, jullie, humeis is jullie, ook akuwete, ook, niet, rechtstreeks, ontkenning, hoort bij akuwete, luisteren of horen, akuo, ook akuwete, gaat met de genitief, ook akuwete, to patros, moe, mijn vader, jullie luisteren niet naar mijn vader. O pater moe, est in hot theos, to Israël. Oppoyon, tus uranus, kaiten, gen. mu, mu, hopater, de vader. mu, mijn, mijn vader. Ook weer met een lidwoord. Mijn vader, Estin, is. Hotheos, de God. Hier vertalen we dan wel. Met, uh, hier vertalen we het lidwoord dan wel. To Israel, israel, naam van een land uit een vreemde taal. Uh, Niet-Frikse taal, dus wordt dat verder niet uh, verbogen. Dus de genitief wordt niet. Het wordt geen Israëllos of iets dergelijks. De God van Israël. Hopoion, die deed letterlijk, of die doet, Pojon pojeo. Een e-contractum, een epsilon-contractum werkwoord. Dus met wat bijzonderheden. Hopoion, die doet, maakte, maakt of schiep. Poyeo wordt gebruikt in de Septuaginta voor scheppen. Die maakt. Dus Uranus. Kaitengen. Die maakt de hemelen en de aarde. Hopoion hier bijna als zelfstandig naamwoord. Dus misschien te vertalen als de schepper. Van de hemelen en de aarde. Wel een, een accusatief. Dus Uranus. Een tengen. Hege is de aarde. Hoi Uranoi. Is de hemelen een meervoudig gebruikt woord, omdat ook Shamayim in het Hebreeuws een meervoudige vorm heeft of lijkt te hebben. De schepper van hemel en aarde, dan laten we het lidwoord weer weg: van hemel en aarde. Of van de hemelen en de aarde. Ego eimi ho huyos tu poyuntos tus uranus kaitengen. Ego eimi, ik ben ho huyos, de zoon to poliuntos genitief van pojon het participium pojon Poyuntos. ik ben de zoon van de schepper van degene die maakt de hemelen en de aarde didote doxaan toi poyuntitos tus Uranuskaiten gen didote van Didomi imperatief tweede persoon meervoud geeft doxaan eer aan de Poyunti, de schepper, hebben we maar gekozen. Aan de schepper van de hemelen en de aarde. Ginoske te gar ton Poyunta tus uranus caitengen. Ginoske te. Ginosko jullie kennen. Gar, want of immers. Immers jullie kennen. Ton Poyunta, de schepper van hemel en aarde. Kai elegen. En hij zei. Uh, we hadden al lalio spreken, elegen, van lego zeggen. Kai elegen. Ho egoon, van ego, participium. Enkelvoud, ho egoon, uh, Hij die, ho is dan hier, hè? wie heeft. Wie hebbende, hij die heeft. Uh, wie oren heeft, ota. Wie oren heeft. Akuein om te horen, Akueto moet horen. Akueto, een derde persoon. Um, imperatief, hij moet horen. Wie oren heeft om te horen, hij horen. Hebben wij dan heel vaak in onze oren zitten, dergelijke vertaling. Wie oren heeft om te horen, hij moet horen. ...kaiho Jezus lege autois en Jezus zegt tegen hen, zei tegen hen, want. We moeten dit in een vertelling lezen, dan is de tegenwoordige tijd toch een soort, wat ze noemen, historisch presens. Um, en hij zei tegen hen: Akuete kai pistuete. Hoort en gelooft. Pistuio, geloven. Akuete, net als hier. Jullie, dus imperatief tweede persoon, meervoud, hoort en gelooft. Pas ho pistuion, ergetai prosme. Ton huion tu antropu, kai mater tes mu estai. Pas, pantos, panta, ieder die, pas, hop, postaion, ieder die gelooft. Ergetai, ergomai. Komen, gaan, komt, bij mij, komt tot mij, pros mee. Pros met een accusatief, een prepositie die richting aanduidt bij een beweging. Ergetai, pros mee, ton huion tu anthropon. Namelijk, hè, mee in de accusatief en dan hier de bijstelling. De zoon van de mens, de zoon des mensen. Kai matetes en een leerling mu mij van mij, en een leerling van mij, estai zal hij zijn. Futurum van eimi zijn, estai. Pas matetes, hos ergetai pros mei, e geit pneuma tu teu. Pas matetes, elke leerling hos die relatief pronomen, die ergetai, komt tot mij, heeft de geest van God. Topnuma la panta ha para paratuteu. Topnuma, de geest, la zal spreken, Lalio. Hebben we al gehad hier Lario spreken, La de futurum. Lades, hij zal spreken. Panta, net als pas, maar dan meer fout Panta zal alles wat, ha? Net als hos, maar dan van hon, het onzijdige relatief pronomen. Dus de geest zal spreken alles wat. Akui, hij hoort. Para to teu para plus genitief van de kant van. De geest zal spreken alles wat hij hoort van de kant van God. Kaj ho Jezus en legen, os ega ota akuwijn En Jezus zei wie oren heeft om te horen, hij moet horen. Kaj ho logos egeneto antropos. Anthropos moet ik zeggen. En het woord egeneto van ginomai, maar dan nu het imperfectum, egeneto, werd, en het woord werd, Mens, alsof hier dus het Grieks de vertaling geeft die ook de MBV heeft voor sarks vlees, egeneto in Johannes 1. En het woord werd mens. Kaihotheos eipen ekainoi en God zei, eipen, de aoristus van Lego spreken is eipon, de zogenaamde thematische aoristus, omdat hij eruit ziet als een imperfecte eipon. Um, ei pes, ei pen dus, kaiotheos ei pen en God sprak, ekai nooi tot hem daar, ekai nooi, uh, dus een sterke verwijzing naar hem hier, ekai nos de eerste naam van ekai nooi, de datief is. En dan de dubbele punt en God sprak tot hem, Huos mou ei su, mijn zoon ben jij su is jij, hij komt van eimi, zijn. Eimi ei estin, de tweede persoon, dus enkelvoud. En God sprak tot hem: Jij bent mijn zoon. Toeton, ton hyon, autu, Hotheos, edoken, tois, antropois. Toeton, deze, van Hoetos. Toeton, ton hyon, deze zoon van hem. Deze, zijn zoon. Hotheos, God, edoken, van die domi de auristus. Deze zoon gaf, schonk, God toys anthropoi's aan de mensen. Dan gaan we naar de volgende dia. En dan gaan we hier weer verder. Hogar pater to curiu, hemon estin hoteos to Israel, os epoiesentus Uranus kaiten gen. Hogar pater, want, of immers, de vader immers van onze Heer, to van de Heer, Hokyrios, de Heer, hemoon, van ons, genitief is, meervoud, van hemijs, wij. Want, onze, want de vader van onze Heer, Erstin, is theos, to Israel, de God van Israël. Hos epoiesen die gemaakt heeft, hier in de Aoristus, die gemaakt heeft, dus Uranus kaiten gen. Epoyesa, de Aoristus van poieo. Kai ergetai proston jesun, anertis, ektes polios, echon daimonia. Kai legai to jesu, ti emoi kai soi, jesu tu teu. En er kwam. Historisch present En er kwam bij Jezus Anertis een of andere man. Anertis een of andere man. Aner is man. Tis een of andere. Tis, tinos, tini tina. Ectes polios uit. ters polios herpolis ters polios. Een zeer onregelmatig zelfstandig naamwoord. Uit de stad. Egoon hebbende. Daimonia. Hebbende. Geesten, demonen. En er kwam tot hen uit de stad een zekere man die bezeten was, die demonen had. Kai legai en hij sprak toi Jesu, Jesu, Hebreeuwse naam, niet verbogen, toi Jesu, tot Jezus, hij sprak tot Jezus. Ti emoi kai soi, wat is er aan mij dat ook aan jou is? Wat hebben jij en ik met elkaar te maken? Idiom dus voor de uitdrukking, wat hebben jij en ik met elkaar te maken? Wat is er aan mij dat ook aan jou is? Jezu, Jezus, in de vocatief, onveranderd dus. Jezus, zoon van God, vraagteken, punt komma in het Grieks. gij de autoy tot hem zei, nu, dat de zwakke aansluiting, uh, maar soms toch te interpreteren als maar. En Jezus zei tegen hem. Tisoi onoma estin. Wat is aan jou de naam? Wat is jouw naam? Apocrinetai, Apocrinomai, de zogenaamde deponens medium. Alle vormen dus in het medium, maar zonder de betekenis van het medium. Apocrinetai. En hij antwoordde, Apocrinetai de, en hij antwoordde, Legion onoma mooi. Legion is mijn naam. Merk dus op dat mijn naam. Hier wordt de naam aan mij. De naam aan mij gegeven. Of tot mij gesproken. Mijn naam is legioen. Hoti polloi esmen. Want wij zijn met velen. Esmen, eerste persoon. Meervoud van eimi, zijn. Kai ergontai proston, kurion hemeter autu. Kai hoi adelphoi autu. En er kwamen in het historisch present, want letterlijk zij komen en zij komen tot de heer Proston Curion, wie namelijk hemeter auto, hemeter de moeder, zijn moeder, kai hoi adelfoy toe, en zijn broers, ho adelfos de broer. En tot de heer kwamen zijn moeder en zijn broers. Kai legai tis autoy en tis iemand, Kai is autoi, iemand zei tegen hem, merk op, ekainoi, hem daar verderop, autoi, hem hier, wat dichterbij, dus dat verschil tussen ekeinos en autos in de betekenis van hem. En iemand zei tegen hem, hem eter su, uw moeder, kai hoi adelfoi en uw broers, Ele lutatie, LUTASI, lutasi prossee. Ele luta is de perfecte vorm van ergomai. Je ziet hier het augment, ele, ele lutasi. En Zij zijn gekomen bij u. Uw moeder en uw broers zijn bij u gekomen. Dus let op, kijk nog eens in de grammatica naar de verbuigingen van ergomai. Ele lutatie. Auto's de Apocrynetae en hij antwoordde, 'Tis Estin hemeter moe, kai hoi Adelfoy. Wie is mijn moeder? 'Tis Estin hemeter moe, wie is mijn moeder?' Kai hoi Adelfoy en mijn broeders. Hop is tuion en Emoy, hij die vertrouwen stelt in mij, hij die mij gelooft. Houtos die, Adelphos moe, is mijn broeder, kai meter Estin en mijn broeders. Um, mijn moeder. Dus dat moe wordt de tweede keer weggelaten, maar is dan impliciet verondersteld. Die is mijn broeder en mijn moeder. Laten we even verder kijken. Het laatste stukje hier. Elten antropos paratuteu esten gentes judaias ondema autoi johannes Elten de imperfectum ehm uh, Vorm zou je zeggen van ergomai maar het is de uh, Aoristus-vorm, dus een Aoristus-secundus, die eruit ziet als een imperfecte, maar het is een Aoristus. El ten Anthropos, een mens kwam para paratouteu van God uit, eisten Gentes Judaia's naar het land van Juda, Judaia. Onoma autoi Johannes, zijn naam was Johannes. Hutus Eipen, die sprak. Ego ergomai baptit sein tus pisteontas en entoi huioi kai entoi patrios estin en uranoi. Die sprak, ik kom ego ergomai baptit zijn om te dopen tus pisteontas. zij die geloven pisteio, pisteion participium pisteiontos, pisteonti, pisteontes pisteiontoon, pisteiusi Pistayusi, Pistajontas is dan de accusatief meervoud. Pistajontas, beter gezegd, altijd proberen de klemtoon te leggen op de plaats waar ook het teken staat. Pistajontas en toihuyoi, zij die geloven in de zoon. Kai en toi patri en in de vader. Hos estin en uranoi, die in de hemel is. Hier uranos in het enkelvoud. Pas ho pistijon, ginetai huiostu Pas ieder ho die gelooft, ginetai wordt. Ginomai. Ginetai, derde persoon, enkel fout van Ginomai. Worden, wordt een. Dit woord is er niet. Wordt een huiostu Wordt een zoon van God. Allah hoi judaioi apakri, san, tis ei su. Maar de judeërs um, antwoorden van apokrinomai, maar dan hier de Auristus vorm. Tis uh, Eishu, wie, met het accent is tis wie, zonder het accent is tis iemand, een of andere. Tis eis u wie ben jij, ei van ei, wie zijn, wie ben jij. U mensoi, o wij vertrouwen jou niet, wij geloven niet in jou alatines epistusan kai e maar degenen tines wie ook maar, maar wie ook maar, maar episthuisan. keurig hier te zien waarom dat een aoristus moet zijn. Al degenen die tot geloof kwamen, aoristus ingressivus noem je dat, aoristus die een begin van de handeling aanduidt, zonder veel bemoeienis met het tijdstip. Dat kan ook niet, want er zijn meerdere personen, maar iedereen die hoe dan ook maar tot geloof kwam, en thuis aan. Kai werd ook, e passieve vorm van baptizo, met het argument verleden tijd dus imperfectum, e sonto. zij werden gedoopt. Zij werden gedoopt. Um, dus, wie ook maar tot geloof kwam, werd ook gedoopt. Dat is de strekking van de tekst. We gaan naar de volgende pagina. Dat is niet helemaal zo goed te zien. Ik hoop dat dat werkt. toi hoi mater tai tu johannu ergon to proston curion auton kai eipon ti erstin to hagion pneuma. Hoet hoi matetai, deze leerlingen, to Johannu van Johannes, ergonto, het imperfectum van ergomai, ergonto, zij kwamen, proston, curion, bij de heren, autoon, bij hun heer. En die heer is dan ongetwijfeld Johannes zelf, kai eipon, en zij zeiden, eipon, eipes, eipon, eipon en eipete, eipon. Want in het imperfectum is de derde persoon meervoud identiek in vorm aan de eerste persoon enkelvoud. En zij zeiden, ti est in harion pneuma, ti, net als tis, met accent, dus vraagteken, niet wat, maar eh, of juist wel eh, wat. Wat is harion pneuma? To pneuma, de geest, hagion, adjectief hagios, hier in het neutrum. Um, Vierde naam accusatief dus, to harion, pruima, Wat is de Heilige Geest? Apekrite de Johannes, auto hotheos doce tois pistaiusi en toi onomati tu huyo auto. Ep ekeinus top topneuma to Harion. Johannes antwoorden en Johannes antwoorden, dit, of hij, ja, hij, het, hè, hetzelfde, auto, het is uh, neutrum. Niet uh, autos, dus hem. Hè, maar deze, Hotheos doce, zal God geven, doce futurum van Didomi. Aan wie zal hij het geven? Toi spistaiusi, aan hen die geloven. En toi onomati tu auto autu, in de naam van zijn zoon. En Johannes antwoordde: dat is. Uh, of deze zal God geven aan, aan degenen die geloven in de naam van zijn zoon. Epekijnus, Ekijnus hem daar op hen. Epi, dit tekentje wil zeggen de Jota is weggevallen, omdat het volgende woord begint met een klinker. Epi ekeynus wordt dus epekijnus. Uh, op hen, eluizetai zal komen, eluizetai futurum van ergomai, Topneuma to hagion. Op hen zal komen de heilige geest. Zie je het verschil. To hagion pneuma betekent de heilige geest. Als het adjectief achter het zelfstandig naamwoord staat, vinden we vaak, of meestal zelfs uh, in, in goed klassiek Grieks, de herhaling van het lidwoord. Topneuma to hagion, dus de heilige geest. Ook Tai topnuma epitus mea pisteontas. Niet zal komen de geest op degene mea die niet geloven. De Heilige Geest zal niet komen over hen die niet geloven of bij hen die niet geloven. Kai hemeter Jacobu kai tuia delfu autu Johannu el ten proston Jesus dos tois pan holego. Hier zie je trouwens dat Jezus in het accusatief natuurlijk wel de nun krijgt. De nun krijgt om de accusatief aan te duiden. De moeder van Jacobus, Kai hemeter Jacobu. En van zijn broer Johannes, kwam bij Jezus en sprak. Dus we moeten even kijken wat die moeder te zeggen heeft. Dos. Imperativus van Didomi Engelvoud. Geef. Dos tois huis, moe aan mijn zoons. Pan ho lego. Pan ho. Alles wat. Alles wat. Eh, ho dus weer het relatieve pronomen. En pan komt van pas. Alles, ieder, elk. Alles wat ik zeg. Geef aan mijn zoons alles wat ik zeg. Apecrité ho Jezus, U dunamai pojen toeto. Apecrité. En antwoorden Jezus door de punt. Oe dunamai, ik kan niet, dunamai. Ook weer zo'n mediale vorm. Dunamai, dunasai, dunatai, enzovoorts. Gewoon de presens. Ik kan niet, ik vermag niet te doen, pojen toeto, dat. Ik kan dat niet doen. Alla dunatai hopater. Maar de vader kan het. Dunatai kan het. Dunamai, dunasai, dunatai. Derde persoon enkelvoudig. En thuis Hemerais. ekeinaes. Elten Ho Jezus apo nazaret. Judayan. gen. Eiste Judayan. gen. Metaton mater outu. toe. In die dagen. He Hemera de dag. Vrouwelijk. Wordt dus ook een vrouwelijke lidwoord derde persoon. Meervoud en thuis en meer in die dagen. En gaat zat er gewoon achter. Uh, bij gebruikt uiteraard. Uh, dus in die dagen. Elten. Um, de oudste secundus die hoort bij ergomai kwam Jezus Apo van Nazareth naar. Het gen naar het land, naar de landstreek. He gen betekent ook de aarde, maar hier de landstreek. Net zoals erits trouwens. Land, landstreek, maar ook wereld. Kwam Jezus uit Nazareth naar het land Juda. Meta ton, mater ton, autu. Meta, met, plus genitivus Met accusativus betekent het na, in tijd. Meta ton, met zijn leerlingen. Kai ipen hokorias. En de Heere sprak: Ergeste pros mee, pantes hoi pistuiontes en toi En de Heer sprak: Ergeste, imperativus van ergomai, tweede persoon meervoud. Jullie moeten komen, komt pros mee tot mij. Wie dan? Pantes hoi pistuiontes. Allen die geloven, en toi in God. Pistuiete eiston Theon. Kai, eis, eme, pistuyete. Gelooft in God, pistuyete met ijs hier. In de richting van, stel je vertrouwen op God. En op mij stel je vertrouwen. Stel je vertrouwen op God. Gelooft God. U gelooft in God, gelooft ook in mij. Johannes 14, dat meen ik. mathetai apacritesan. pestuomen, Curie. En de leerlingen, nee, gewoon. De leerlingen gaven antwoord. Pistuiom en wij geloven Heer. Allo Jezus eipen. Maar Allah met een alfa nog aan het eind valt weer weg. Want het volgende woord is het lidwoord ho. Dus allo Jezus eipen. Maar Jezus sprak. Hemeratu curio eluizetai. De dag van de Heere zal komen. Du naaste pistuien kunnen jullie geloven? Dunaste. Uh, tweede persoon. Meervoud van Dunamai. Dunaste. Pistuien. Zijn jullie bij machten te geloven? Apécritesande. Curie. Dunamata. En zij antwoorden. Heren. Vocatief. Dunamata. Wij kunnen het. <coughs> nou. Kai. Gunetis. En een of andere vrouw. Het is dus zowel voor het mannelijk als het vrouwelijk. Kai gunae tis he Magdalenae. Zij uit Magdala. Dus uh, een zekere vrouw, een Magdalener. Of, de Mag of Magdalena. wel gewoon haar naam zijn natuurlijk. Um, ergeto prostus matetas kai elegen. Oidate ton jesun ton Christon. Um, dus een of andere vrouw, Magdalena, kwam ergeto van ergomai. Je ziet dan ergomai met een epsilon plus het augment epsilon voor de verleden tijd, wordt een eta, contraheert tot eta. Ergeto, dus gewoon imperfectum. Kwam prostus mathetas tot de leerlingen, kai elegen, en sprak: Oidate ton Jersun, kennen jullie, het is een vraag. Kennen jullie Jezus, ton Christon, de Christus? Oidate. Oida, de, een soort van aoristus van Horao, zien, maar vrij zelfstandig gebruikt in de betekenis van weten. Oidate. Oidematertai en san. Maar de leerlingen antwoorden, dat lichte maar zou je hier kunnen vertalen als er een negatief antwoord volgt of een positief antwoord, dus hier is het antwoord positief, dus dan moeten we vertalen gewoon met en. En de leerlingen antwoorden: Oi da men, Jezus, andra hagion, ton huion, Josef. Uh, wij weten, oi da men, wij kennen, oi da men. Jezus, een heilige man, andra, aner andros, andri, andra, dus accusatief is, van aner man, heilige man, hagios, hagion. Accusatief vorm van het adjectief. Wij kennen Jezus, een heilige man, de zoon van Jozef. Ton Huion, Jozef, Jozef, niet in de genitief verbogen. Kai autè elten proston curion, hos eipen autèi, hoteos pater su estin. Kai autè en zij elten kwam proston curion, bij de Heeren. Hos die, relatief pronomen, sprak tot haar, autéi. Hotheos pater soe, de God, um, is jouw, God is jouw vader. Hotheos pater soe, dus Hotheos in de nominatief, en pater su is het predicaatsnomen. God est in, dat staat dan achteraan, God is jouw vader. Hegunéi ipen, Ego Pistaio Aston Theon. En de vrouw antwoordde, de vrouw zei, beter. Hegunéi de vrouw zei. Overigens, Guné, ingewikkeld, zelfstandig de naam, wat Guné, Gunaikos, Gunaiki, Gunaika, dus onderregmatig. Hegunéi Pen, Ego Pistaio, ik geloof Aston Theon. Weer met ijs, vierde naamval, dus vermoedelijk beter te vertalen als ik stel mijn vertrouwen op God omdat dat een beweging zou betekenen. Kai hoy Jesus tai gunaiki, eis eis eme? En Jezus antwoordde: tai gunaiki, de vrouw, dus hier. Gunaai gunaikos gunaiki, derde naval, ook dus derde naamval van het lidwoord, tai gunaiki, Pistai eis eme of eme, moet ik eigenlijk zeggen. Vraagteken. Geloof jij in mij beter? Vertrouw jij, stel jij je vertrouwen ook in mij, stel jij je vertrouwen in mij. El apecrite kai legai Curie. En de vrouw antwoordde hem en zei, ik geloof, ik heb vertrouwen, heren vocatief, Curios. Ey pende ho Curios, en gunaika, su matetes mu ai sprak en Hocurius oh en de heere sprak prost en gunaika tot de vrouw, we hebben gunaiki gehad, we hebben gune gehad en nu gunaika, de accusatief vorm, en de heere sprak tot de vrouw, su, jij mater mu ei, jij bent mijn leerling, mijn discipel kai baptisei pantastus mater mu en pneumati hagioi en God zal uh, dopen, Baptiste. Pantastus mater tas... Alle leerlingen moe van mij, al mijn leerlingen. Um, en in welk medium zal God dopen? En pneumati hagioi. In de Heilige Geest. We gaan naar de volgende slides. Kijken waar we dan gebleven zijn. Um, kai. Hier zijn we gebleven, regel 24: Kai hutos hoi mater tai... baptit dat zeg ik helemaal fout. Baptisusi, pantastus antropus. Gunaikas, kai andras. En onomati tu patros, kai tu you kai tu hagiu pneumatos. Amen. Kai houtos En zo. Baptisusi. Zullen dopen. Futurum van Baptist, zo dopen. En zo zullen de leerlingen. Hoi Matthäntai. Allen, alle mensen dopen, pantastus antropus, zowel gunaikas, kai andras, zowel vrouwen als mannen, en onomati tu patros in de naam van de Vader, en in de naam van tu Theu, van de Zoon, en in de naam van tu Hagiu Pneumatos, in de naam van de Heilige Geest. Amen. Metatuto excelten hoi Jezus, Jesus, Galilaias kai okay, elten eis kafernaum autos, kai okay, hemeter autu, kai okay, hoi adelfoi autu, kai hoi matetai autu. Meta tuto, hierna, meta betekent na plus accusativus en met met een genitivus. Na dit, dus hierna, excelten, ex elten, ex ergomai, ek plus ergomai, wat ex ergomai, um, el... Ton, eltes, elten, dus gewoon weer die thematische aoristus van Ergomai. Um, en ek uh, wordt dan tot ex, omdat dat makkelijker uit te spreken valt. Uh, dus er zit geen verborgen sigma of zo in, dat is gewoon ek. Voor erta uh, trekt de sigma aan. Exelten, sprak Jezus. Uh, of, pardon, ging Jezus Apokana tes Galilaias uit Cana in Galilea. Apo plus genitief, maar Kana is een vreemde naam. Komt uit een vreemde taal, wordt dus niet verbogen. Apokana tes Galilaias uit Cana in Galilea. Kai elten en kwam, einds Cavernaum in Kefarnaum in het dorp van de barmhartigheid, kwam naar Cavernaum. Hij, autos. Kai hematero toe en zijn moeder, kai hoi adelfoy toe en zijn broers, kai hoi matetai toe en zijn leerlingen. Kai elalesen to logon tois anthropois keinois. En hij sprak het woord, Laleo elalesen, Aurestes van Laleo, spreken, ton logon accusatief, hij sprak het woord tot die mensen. Hoi, de antropooi Elegon en de mensen zeiden, oeg, goed was Estin Ho to Joseph Huyos, oeg, maar voor een klinker wordt geaspireerd tot een GI. Dus oeg niet, hoe deze, dat is een vraag, punt, komma, dus is deze niet Ho to Joseph Huyos, de zoon van Jozef? Is hier weer vrij dat. De bijvoeglijke bepaling dan tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord inkomsten staan. Hoetos, deze, oeghoutos. Is deze soms niet de zoon van Jozef? Is deze niet de zoon van Jozef? Oeghemeter autu, leketai Mariam, kajo Hoyadelfu autu, Jakobos, kai Josef, kai Simon, kai Judas. Is niet uh, zijn moeder uh, gen genaamd wordt niet zijn moeder gesproken Mariam Miriam of Maria dus uh, Mariam uh, uh, ook weer met die merkwaardige mu aan het einde hey, om te laten zien dat het woord uit een andere taal komt is zijn moeder noemen wij zijn moeder wordt zijn, word zijn moeder niet genoemd Maria en zijn broers Jacob en Jozef en Simon en Judah Judas moet ik zeggen Kai hai Adelphai outu pas hai pros hemas eisi En zijn zusters, Adelphos broer, mannelijke vorm Adelphai, uh, Zuster Adelphai meervoud En de zusters van hem ugi, zijn die niet Ja, ugi, omdat het volgende dan weer een medeklinker is, zijn dat dan niet zijn zij niet alle, pros herma's eisen, zijn zij niet alle bij ons? He, dus uh, we kennen zijn moeder, we kennen zijn broers. En zijn zijn zusters niet allen bij ons? He, dus hoe kan hij dan de, uh, de Messias zijn? Want we weten precies waar hij vandaan komt. Hoetos ook er du nettersan Dunamai er du auristes. Ehm. Nee, pardon. Is het een ouderistisch? Daar moet ik even over nadenken. Want er, san, zo. Ja, het moet, moet haar wel vanwege de sigma. Uh, ik ben even verrast over die eta die hier staat. Ik verwacht hier een epsilon. Zo konden zij niet geloven. Daar gaat het in ieder geval om. En ook met een kappa, want uh, het volgende is een niet geaspireerde klinker. Er, san. Zou het hè he dun interessant zijn geweest, dan hadden we oeg gehad. En zou het met een klinker zijn begonnen, pardon, met een medeklinker zijn begonnen, hadden we oegie gehad. Hoeft niet altijd, maar kan dus. He. Oeg he meter. Dat is een geaspireerde hè, dus ook wordt oeg. En hier hè zonder aspiratie, dus het wordt gewoon, blijft gewoon ook. Dan het volgende. Ennekainai te pros elton to Jezus, hoi antropoi to Israel legontes. In die dag, op die dag, pros elton kwamen tot Jezus, pros elton, derde persoon meervoud van pros ergomai bijkomen, hè? ergomai heeft dan preposities bij zich, uh, kwamen tot Jezus de mensen, van Israël, hoi antropoi to Israël, legontes, en zij zeiden, zeggende, en tini exousiai tauta poies. en tini exousiai, exousia, volmacht, macht of gezag. Um, in welke tini, derde persoon van tis, met het accent dus als vraagwoord, met welke macht tauta poies, doe jij dit, doe jij deze dingen? Um, hè, zoals ze zeiden bij het schoonvegen van het tempelplein. Kajtis soi, en wie is aan jou, wie heeft aan jou, edoken ten exousian tauten, wie heeft aan jou die volmacht gegeven? Apokrites unho Jesus eipen autois, ego de lego humin. Ik stop daar maar even. En Jezus antwoordde en zei tot hen... Um, ik zeg jullie, en to, baptis, en to baptisma to Johannu ex Uranu was, de imperfectum van Eimi zijn, was to baptisma de doop van Johannes uit de hemelen. De opname is nu bij 43 minuten gekomen. We gaan de volgende keer weer verder met pagina 67.